En hoe zit de zetel? Ja, het zit wel goed. Ja, het zit wel lekker. Ik kan ook wel lekker zitten. Ja. Hey, heb je de zalen al binnen gezien? Nee, we gaan zo kijken. Heel benieuwd. Je mag nooit direct praten in de Tweede Kamer. Dat komt omdat je dan veel sneller ruzie krijgt. Dan krijg je heel erg, ja, maar jij zei dat. Nou, we zijn hier op een vriendinnenweekend en toevallig was het museumnacht en we zagen dat... Dat er hier de opening was en we hadden zoiets van, nou, dit is een mooie kans om een keertje naar de Tweede Kamer te gaan. Ja, dat het dak grijs is, omdat het ook vaak grijs is in Nederland en het gras groen, dus daarom de groene vloer en de tulpen. Dat moet je maar net zien, de tulpen. Ja. Ik herkende zeg maar de schilderijen aan de muur van tv. Ja, en de stoelen en de bankjes en hoe ze dan meestal zitten en zo. Misschien zijn het wel juist die mensen die even blijven staan als iedereen doorloopt. Of die niet bang zijn om anders te zijn. Die net als die vijf mensen zijn die net hun hand opstaken. Mensen die lippen op hun hart dragen. Of mensen die praten met hun ogen. Mensen die resoneren. Of wat zou jij zeggen? Wat is een freak volgens jou? De Tweede Kamer kon namelijk tussen 1934 en 2001 bepalen of iets te ver ging en daardoor geschrapt moest worden uit het verslag. Vroeger mocht je niet zeggen dat iemand lui was, dat mocht niet. Het woord brutaal was verboden in 1961. Ja. Qua gezicht herken ik wel de meeste. De namen en de partijen, dat wordt wel, het is toch wel even een tweede dingetje om dat goed bij je te bedenken.